Welkom. Ik ben Kjeld-Jeroen Peters en ik kom deze lezing geven. Als ik het goed begrijp, zijn hier geen Engelstalige mensen. Is there anybody here who doesn't understand Dutch? I think so. I'll probably stop touching the microphone. Spreekt iedereen hier gewoon Nederlands? Vorig was ook Nederlands, hè? Dus dan doe ik het gewoon in het Nederlands. Slides zijn wel Engels, want die had ik net allemaal voor gisteren naar het Engels vertaald. Dus die heb ik niet weer terug kunnen vertalen in de tussentijd. Maar ik zal ze dan zo'n beetje ter plekke vertalen. Ik neem dit op, omdat dat om een aantal redenen handig is. Dus ik ga dit op YouTube zetten. Dus in verband met de AVG. Of de General Data Protection Regulation. Als je niet opgenomen wil worden, dan moet je even wachten met vragen stellen. Helemaal tot het einde. Als je het niet erg vindt om opgenomen te worden, kun je gewoon je hand opsteken of een schreeuw geven. En dan kan ik de vraag hier beantwoorden. Dus ik ben Kjeld-Jeroen Peters. Ik ben psycholoog. En ik geef methodologie en statistiek bij de Open Universiteit. In Nederland, maar het is eigenlijk stiekem ook de Open Universiteit hier, want de Vlaamse Open Universiteiten maken eigenlijk gebruik van de Nederlandse Open Universiteit. Dus ik kom hier zo nu en dan naartoe om onderwijs te geven, meestal over statistiek dan. Maar ik doe daarnaast ook onderzoek en mijn onderzoek begon met mijn promotietraject en dat ging over ecstasy. Over ecstasygebruik in Nederland en waarom mensen ermee beginnen, waarom mensen ermee stoppen, waarom mensen terwijl ze ecstasy gebruiken dat wel of niet laten testen. En dat heb ik in 2004 tot en met 2008 ongeveer gedaan. En daarna ben ik andere onderzoeksdingen gaan doen. En een van die dingen is dit project, waar ik nu meer over ga vertellen. Leven is best wel stressvol. Daar hebben jullie misschien nog niet zoveel ervaring mee. Maar als je straks gaat werken, dan zit je dus elke dag 8 uur achter een computer, afhankelijk van wat je gaat doen. Dat ziet er ongeveer zo uit en het kan een hoop stress opleveren. En sommige mensen besluiten dan, terwijl ze al die stress al hebben, dat het ook een goed idee is om er kinderen bij te krijgen. Daar hebben ze dan soms nog wat second thoughts bij, maar soms ook niet. Maar dat kan ook een hoop stress opleveren en het schijnt ook niet heel goed te zijn voor hoeveel je slaapt. Omdat mensen zo'n stressvol leven hebben, doen een hoop mensen ook aan ontspanning. En ontspanning is supergezond. Dat heeft allemaal gezondheidsvoordelen, zowel mentaal en zelfs fysiek. Dus dat is goed. Mensen gaan bijvoorbeeld sporten, snowboarden bijvoorbeeld. Maar elk van die vormen van ontspanning, behalve dan misschien in een hangbad liggen, daar komen ook bepaalde risico's bij mee. Dus snowboarden bijvoorbeeld, daar gaan, ik kon dat voor België niet zo gauw vinden, maar in Nederland overlijden er ongeveer 4 mensen per jaar aan snowboarden. Je kunt ook iets anders doen, iets waarvan je denkt dat het misschien veiliger is, zoals zwemmen. Dat is dan misschien in deze context niet super ontspannend, maar je kunt je er van alles bij voorstellen dat het wel ontspannend is. Zwemmen, daar overlijden ongeveer 21 mensen per jaar aan in Nederland. Wielrennen overlijden ongeveer 12 mensen per jaar aan. Dus de bottom line is een beetje, ontspanning is supergoed, superbelangrijk. Moeten we vooral promoten dat mensen dat doen. Maar ontspanning brengt ook bepaalde risico's met zich mee. En dat geldt ook voor uitgaan. Iets dichter bij de microfoon, zo? Even kijken, misschien. Is het zo? Moet ik er echt dicht op zitten? Oké, dan blijf ik er gewoon dicht op zitten. Maar kunnen we niet gewoon daar zitten dan? Ah, dat is goed. Ik blijf wel even hier staan. Ja? Je kunt niet alles hier regelen. Ja. Ja, komt goed. Oké. We komen nu ook pas bij het uitgaansleven. Dus nu komt pas het echt interessante deel. Dus uitgaansleven, als je uitgaat, daar hangen ook bepaalde risico's aan. Een van die risico's zijn een paar van jullie misschien wel een beetje mee bekend. We weten nog niet precies hoeveel mensen doodgaan aan uitgaan als activiteit, want dat wordt niet op die manier bijgehouden. Wat wel bijvoorbeeld wordt bijgehouden is alcoholgebruik. Dit was een Vlaams artikel over of alcohol echt zo slecht voor je was. Ik heb alvast een soort van sneak preview over het antwoord. Jammer genoeg is alcohol wel echt zo slecht voor je. Dat betekent niet noodzakelijk dat je het nooit meer moet doen. Want net zoals dat hardrennen, zwemmen, fietsen een hoop gezondheidsvoordelen hebben, maar ook risico's hebben, kan alcohol ook gewoon prettig zijn. Ik bedoel, alcohol heeft dan geen enkel gezondheidsvoordeel, maar je kunt er wel van ontspannen, je kunt het leuk vinden. En het doel van het leven is niet om ten koste van alles zo lang mogelijk te leven. Het is meer, het gaat om wat ze noemen zogenaamd optimaliseren van het gebied onder de curve. Je wil zo lang mogelijk zo gelukkig mogelijk zijn. Dus dit is niet noodzakelijk dat je nooit meer iets moet drinken, maar dat je er goed over na moet denken wat voor risico's jij graag wil nemen. Alcohol is wel een van de grootste risico's in het uitgaansleven. Maar er zijn andere risico's. Er zijn natuurlijk ook nog andere voedingen die kunnen gebruiken als ze uitgaan. Ook als ze niet uitgaan, maar ook als ze uitgaan. Ecstasy, GHB, cocaïne, sigaretten natuurlijk. En er zijn risico's die niet over drugs en alcohol gaan.
maar bijvoorbeeld over gehoorbeschadiging. Dit is een festival en dit is een speaker op dat festival. En hier staat een persoon. Die speaker is dus grofweg 10 keer zo groot als die persoon. Dat is dus best hard. Als die persoon geen gehoorbescherming in heeft, dan is de kans dat die gehoorbeschadiging oploopt best groot. En de ergste vorm van gehoorbeschadiging is natuurlijk dat je doof wordt. Dat is al niet echt een pretje. Maar daarvoor zit een fase dat je tinnitus krijgt. Dat je een soort van piep in je oren hebt, die eigenlijk de rest van je leven blijft, die nooit meer weggaat. En daar schijn je echt helemaal gestoord van te worden. Dus er zijn ook allemaal redenen om mensen tegen die risico's te beschermen. Nou, uitgaansleven is super divers. Je hebt allemaal manifestaties van het uitgaansleven, bijvoorbeeld festivals, maar je hebt ook festivals overdag. Je hebt gewoon het nachtleven. Je hebt optredens van bands. Je hebt cafés en barren en discotheken, et cetera. Je hebt gewoon terrasjes. Dus dat heeft heel veel vormen. En er zijn dus ook heel veel partijen die daar een rol spelen. Dus je hebt bijvoorbeeld in Nederland heb je een aantal partijen die zich een paar jaar geleden hebben samengepakt. Om te proberen te zorgen voor een veiliger uitgaansleven. De Jelinek-preventie, dat is een beetje wat de VAD hier is. Dus die doen voorlichting over alcohol en drugs. ID&T is een van de grootste organisatoren van dancefeesten in Nederland. Dat is misschien wat van voor jullie tijd, maar vroeger, in de jaren 90, had je de Thunderdome-feesten. Toen House opkwam en dat was echt groot en die zijn daarvan. En Crowd Support, die doen bijvoorbeeld security. Dat zijn dus als je naar een festival gaat, maar ook vaak als je naar een discotheek gaat of zo. De mensen van security die daar staan, die zijn niet van dat festival. Die zijn gewoon van organisaties die alleen maar van dat soort security mensen in dienst hebben. En EMS bijvoorbeeld is een first aid, een eerste hulp organisatie. Dus als je naar Isle of Techno gaat en je drinkt te veel of je stoot je hoofd of er is om een of andere reden iets anders. En je wil naar de eerste hulp, dan kom je daar. Dus dat zijn dus ook allemaal aparte organisaties. En allemaal samen zorgen die voor een veiliger uitgaansleven. Maar het is dus belangrijk dat die ook met elkaar communiceren. En in Nederland hebben die zich op een gegeven moment samengepakt in het Celebrate Safe project. Dat begon eigenlijk in Amerika. ID&T, die mega-organisatie, is op een gegeven moment overgenomen door SFX. Wat een Amerikaanse mega-organisatie is, die hele grote feesten organiseert. En een van de mensen van ID&T, Laura Eva Jacobson, deze, die is daar toen naartoe gegaan om de expertise die wij hier in Nederland hadden, met die mega-housefeesten organiseren, om die daarin te zetten. En die merkte dat ze daar eigenlijk helemaal niks deden aan voorlichting over middelengebruik en over de risico's van het uitgaansleven. Want ze hebben in Amerika, anders dan wij hier in Europa gewend zijn, een zogenaamd abstinentiebeleid. Dus ze geven daar bijvoorbeeld, abstinentie betekent dat je gewoon tegen mensen zegt, dat moet je gewoon niet doen. Dus een voorbeeld gaat over seksuele voorlichting bijvoorbeeld. Hier, als het goed is, hebben jullie op de middelbare school allemaal onderwijs gekregen over hoe seks werkt en over hoe je condooms gebruikt en over hoe je er, als het goed is, op het goede moment over praat met je partner en dat soort dingen. Ik weet niet of jullie dat allemaal hebben gehad, maar als het goed is, komt dat hier aan bod. Omdat we hier zoiets hebben, mensen hebben seks, dat is leuk, dat kun je toch niet zo heel veel aan doen. Maar aan seks zitten risico's, want je kunt vroeg zwanger worden of je kunt SOA's krijgen. Dus we willen die risico's beperken. Dus lichten we mensen voor om de risico's te beperken. In Amerika is de aanpak, je moet gewoon geen seks hebben tot je getrouwd bent. Dus we gaan mensen niet uitleggen hoe ze condooms moeten gebruiken. Nee. Al die mensen van 16, 17, 18 moeten gewoon geen seks hebben. Die moeten gewoon trouwen en dan alleen met die persoon seks hebben. En dat lost alles op. Dus heel lang mochten organisaties daar dus ook geen andere dingen communiceren op scholen. Dat is ook hun beleid met middelengebruik. Dus waar wij hier drugslijnen hebben, zoals je hier bijvoorbeeld die van de VAD hebt, die je kunt bellen als je wil weten of GHB en alcohol combineren nou een heel slecht idee is of niet, hebben ze dat daar niet. Het beleid daar is dus gewoon, mensen moeten gewoon geen drugs gebruiken, punt. Dus we gaan al zeker geen informatie geven over hoe je dat minder riskant kan doen. Ze hadden daar dus helemaal geen communicatie. Dus Laura Eva Jacobson heeft toen eigenlijk Celebrate Safe bedacht. En dat bestond toen uit 10 pijlers. Eigenlijk 10 soort van voorschriften die ze aan mensen gaven van, dit zijn een soort basisbeginselen, als je veiligheid wil gaan, is dit wat je wil. Toen ze terugkwam naar Nederland, heeft ze contact gezocht met Judith Nooyen, die staat hier, en die werkt bij Jelinek Preventie, dus bij de Nederlandse VAD. En die hebben toen samen gedacht, kunnen wij kijken of wij geld kunnen krijgen om een projectgroep bij elkaar te roepen, om een groter project te doen om het hele uitgaansleven veiliger te maken. En dat is Celebrate Safe geworden. Dus ze hebben contact gezocht met organisatoren, zoals Sjoerd Winia. En met deze hele groep, waar dus organisatoren van feesten bij zitten, dit was de staatssecretaris van Volksgezondheid, dus die heeft het geld betaald, dat is ook heel belangrijk. Iemand van preventie, mensen van eerste hulp en iemand die veel weet over gedragsverandering. Met die soort van multidisciplinaire groep zijn we toen. En daar zijn dus superveel mensen bij betrokken. Dus dat hele project is heel erg breed. Dat is een brede campagne in het Nederlands uitgaansleven.
Waar daar hangen banners van op feesten en er wordt met mensen gecommuniceerd over hoe ze veilig uit kunnen gaan. En er zijn afstemmingsoverleggen tussen security en de eerste hulp en de organisatoren en de gemeente, et cetera. Dus daar wordt heel veel gedaan. Maar ik ga het nu hebben over Partypanel, want het stukje is wat ik daarin deed. En daarbij hielpen ook heel veel mensen mee. En al die mensen die dat mogelijk hebben gemaakt, daarvan waren vooral Judith en natuurlijk de deelnemers superbelangrijk, want die leveren tenslotte de data. Dus ik ga eerst even iets uitleggen over gedragsverandering, hoe dat eigenlijk werkt. Ik weet niet of jullie daar al iets van hebben gehad in je curriculum, maar je kunt er allemaal verschillende perspectieven op hebben, dus ik zal het mijne even delen. Dus daarna weet je, als je ooit een keer een campagne wil maken, of je wil iets met gedragsverandering doen, weet je, heb je een beetje een idee hoe je dat dan moet doen, hoe dat eigenlijk werkt bij mensen. Daarna leg ik een beetje uit hoe we die partypanelstudie hebben gedaan, en dan laat ik zien wat we eigenlijk hebben gevonden. Dus wat we nu eigenlijk hebben geleerd over hoe mensen uitgaan. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het hoog doseren van ecstasy. Dat was een van de problemen die nu in Nederland en ook in België zijn. Ecstasy-pillen zijn nu veel sterker dan vroeger. Die zijn ongeveer 2 keer zo sterk als 20 jaar geleden. Wat ook betekent dat een pil een dubbele dosis bevat. Van wat je ideale dosis is voor de beste, hoogste kwaliteit trip. En het wordt gevaarlijker naarmate je meer gebruikt. Dus mensen maken zich zorgen, of de jeugd van tegenwoordig, want iedereen maakt zich altijd zorgen over de jeugd van tegenwoordig. Dat zijn jullie, ja. Of de jeugd van tegenwoordig nu niet andere ecstasy-gebruikers zijn die veel harder willen gebruiken en vooral een harde trip willen. In plaats van dat ze gewoon, zoals mensen denken dat mensen dat vroeger deden, gewoon de optimale trip willen. Nou, daar kom ik dan zo op terug. En tot slot laat ik nog even zien, want we hebben een evaluatie gedaan vorig jaar om te kijken of het ook allemaal werkt. En dat zal ik ook kort even bespreken. Dus, stel dat jullie straks zijn afgestudeerd en je wil de wereld verbeteren. Dus je wil zorgen dat mensen gelukkiger worden en dat mensen gezonder worden. Dus dat is je doel. En daarvoor kun je een campagne ontwikkelen, een interventie. Dus dit zijn een aantal voorbeelden van Nederlandse campagnes. Jammer genoeg kan die campagne niet zorgen dat mensen gelukkiger of gezonder worden. Het enige wat je kan doen, is iets doen met die mensen zelf. Je kunt zorgen dat gedrag... En gedrag van mensen is uiteindelijk wat ze met hun spieren doen. Als je praat, doe je dat met je spieren. Als je bier drinkt, doe je dat met je spieren. Als je een condoom omdoet, doe je dat met je spieren. Dus je moet zorgen dat die spieren op het goede moment het goede doen. Spieren worden aangestuurd vanuit het centrale zenuwstelsel. Dus dat zijn al die zenuwcellen die door je lichaam lopen en die spieren aansturen, allemaal weer aangestuurd vanuit je hersenen. Dat betekent dus dat als jij wil dat mensen gezonder of gelukkiger zijn, dan moet je dus zorgen dat in die hersenen op het goede moment het goede gebeurt. Dat is een soort van onoverkomelijk, zeg maar, onvermijdelijk. In die hersenen zit die motorcortex, die zit ongeveer hier, en die motorcortex die wordt aangestuurd uit de rest van je hersenen. En je hersenen bestaan uit zenuwcellen. En jullie hebben misschien al een keer een plaatje van zo'n zenuwcel gezien in een tekstboek. Die blijken eigenlijk gewoon helemaal niet te kloppen. Daar kom ik zelf terug. Maar die zien er meestal ongeveer zo uit. Dus je hebt zo'n cel en die cel heeft een soort van cellichaam. En een soort van tentakels naar andere cellen. En zo'n cel kan dan vuren. En dat betekent dat je een signaaltje naar andere cellen stuurt. En dat ben jij eigenlijk. Dat zijn je hersenen. Allemaal cellen die signaaltjes naar elkaar versturen. En daar hebben we er 90 miljard van. En dat is best een groot getal, dat is moeilijk om in een kader te plaatsen. Dus we hebben ongeveer 200 miljard sterren in ons sterrenstelsel. En er zijn ongeveer 7 miljard mensen op de planeet. En die 90 miljard neuronen, die hersencellen, die zijn gemiddeld met 7000 andere hersencellen verbonden. Ik vond dat heel schokkend toen ik erachter kwam, want al die plaatjes in die tekstboeken, dan zijn ze gewoon met 2 of 3 verbonden of zo, om het overzichtelijk te houden. Maar het zijn dus 7000 verbindingen per cel. En daar zijn er dus 90 miljard van. Dus dat is heel veel en dat is heel moeilijk. En dat is dus wat je onvermijdelijk moet veranderen. Als je gedrag wil veranderen, als je je eigen gedrag wil veranderen, of als je gedrag wil veranderen bij andere mensen, dan kan dat alleen maar door iets te veranderen in die 90 miljard cellen en die gemiddeld 7000 verbindingen. Dus dat moet je doen. Dat is best lastig, want het duurt best even voordat je de goede verbinding hebt gevonden, als je zo met je pincet in iemands hoofd aan het rommelen bent. En omdat dat zo lang duurt, hebben we er alternatieve aanpakken voor gevonden. En daarmee maken we eigenlijk gebruik van het feit dat mensen kunnen leren. Voordat ik daarop inga, is het belangrijk om je te realiseren dat als je zo'n mens wil veranderen, dat het gedrag van die persoon niet alleen maar afhangt van wat die persoon zelf al doet. Die persoon zit natuurlijk in een omgeving. Dus je hebt mensen om je heen. Wij zijn nu elkaars interpersoonlijke omgeving. En wat jullie doen, heeft natuurlijk invloed op wat ik doe. Misschien. Maar als je bijvoorbeeld in een café zit en andere mensen bestellen een rondje, dan is de kans dat je nogal drinkt groter dan als niet iemand op dat moment een rondje was gaan halen. Dus mensen hebben invloed op elkaar. Mensen zitten soms ook in een organisatie. Als je in een organisatie zit, dan heb je autoriteit. Dan kun je mensen dingen opleggen. Dus je kunt bijvoorbeeld bepalen wat voor eten er in het café wordt geserveerd.
Maar je kunt ook mensen dwingen om een of ander debiel stempeltje te halen voordat ze het lokaal uit kunnen. En dat doen mensen dan. En dat kun je alleen maar omdat je zo'n organisationele context hebt. Je hebt soms ook mensen in een community. Bijvoorbeeld als mensen bij een kerk zitten of zo, dan heb je een ander soort van organisatie waar niet echt een duidelijke hiërarchie is. Maar wel sociale structuren waar je wat mee kan. En daaromheen heb je de maatschappij en de wereld. En iedereen bevindt zich natuurlijk in die complexe omgeving met al die niveaus. En in die omgeving, die verschilt voor mensen. Sommige mensen hebben meer geld, sommige mensen hebben minder geld. Sommige mensen die worden vaak blootgesteld aan alcohol, andere niet. Sommige mensen die gaan naar een gay sauna waar gratis condooms beschikbaar zijn. Andere mensen gaan naar een gay sauna waar geen gratis condooms beschikbaar zijn. Dat heeft natuurlijk allemaal invloed op hoe mensen zich gedragen. En er zijn natuurlijk allerlei interventies. Maar al die dingen in die omgeving, in onze omgeving, zijn allemaal weer gemaakt. Die omgeving is er niet zomaar. Die staat onder controle van beslissers. Politici, directeuren van scholen, organisatoren van feesten. Uiteindelijk, als je die mensen kunt veranderen, en dan kom je dus weer terug bij hoe je die hersenen van die mensen verandert, dan kun je ook alles in de omgeving veranderen. Dus als je een doelgedrag wil veranderen bij een populatie, wat het ook is, dan moet je dus snappen hoe je, moet je eigenlijk psychologie snappen. Toegepaste psychologie, toevalligerwijs. Want je moet dus snappen hoe je iets in het hoofd van die mensen verandert. En als blijkt dat mensen iets niet doen, omdat ze bijvoorbeeld meer moeten sporten, maar er zijn gewoon geen sportfaciliteiten, dan hoef je dus niks te doen in het hoofd van die mensen die moeten sporten. Dan moet je gaan kijken, wie moet ik beïnvloeden om te zorgen dat er wel sportfaciliteiten komen? Moet ik een wethouder hebben? Of, dat heet hier anders volgens mij, maar... Dus moet ik iemand hebben, een politicus, die daarover gaat? Oké, dus, de key is, we moeten weten hoe we iets... En dat kan dus alleen maar door die, een van die, of meer van die 7000 verbindingen tussen die 90 miljard neuronen. En dat kan, omdat mensen levende wezens zijn en levende wezens hebben leerprocessen geëvolueerd. Wat natuurlijk logisch is. Leren is dat je soort van anders gaat gedragen afhankelijk van je omgeving. En dat is natuurlijk super nuttig, want je verspilt minder resources, minder energie. En de eerste die ontwikkelde was habituatie. En habituatie is simpelweg dat je als organisme, als mens bijvoorbeeld, leert om dingen te negeren die helemaal niet belangrijk zijn. Daarom kunnen mensen bijvoorbeeld naast een station wonen of bij een vliegveld. In het begin zijn die treinen en vliegtuigen super irritant. En als je er een paar maanden woont, dan hoor je ze gewoon niet eens meer. Omdat je hersenen gewoon leren, kennelijk gebeurt er helemaal niks als ik dat geluid hoor. Dus ik hoef daar gewoon geen energie aan te besteden. Dus dat is het eerste wat evolueerde. De allersimpelste levende wezens kunnen dit. Nou, er zijn er een paar, ik noem ze niet allemaal op. Klassieke conditionering kennen ook veel mensen. Dat is dat je stimuli kunt relateren. Dus mensen kennen het verhaal van Pavlov wel. Dat was die onderzoeker, Russische onderzoeker, die op een gegeven moment merkte dat als hij zijn laboratorium binnenliep, dat zijn hond begon te kwijlen. Terwijl die hond vroeger nooit kwijlde als hij het laboratorium binnenliep. Maar dat was omdat als hij het laboratorium binnenliep, hij die hond altijd gelijk eten gaf. Dus die hond wist, als ik die voetstappen hoor, ga ik eten krijgen. En als de hond eten kreeg, ging hij kwijlen. Dus daar is hij daarna experimenten mee gaan doen met lampjes en zo. En toen heeft hij ontdekt, hey, organismen kunnen leren om die dingen aan elkaar te koppelen. En dat is natuurlijk super nuttig. Een andere is operante conditionering. Dat als je organismen beloont, dan gaan ze iets vaker doen. Mensen dus ook. En als je ze straft, gaan ze het, als het goed is, minder vaak doen. Procedureel geheugen is dat je leert om handelingen aan elkaar te koppelen. En een voorbeeld is natuurlijk fietsen. Zoals je ziet hier, als je dat eenmaal op deze manier kan, dan verleer je dat nooit weer. Een andere is je veters strikken. Dat heb ik zelf niet uitgeprobeerd, maar het schijnt dat als je veters probeert te strikken en je probeert erbij na te denken, dat je dus niet het gewoon doet, maar gewoon bedenkt wat je moet doen voordat je het doet, dat dat gewoon bijna onmogelijk is. Omdat je gewoon niet meer weet wat je precies doet. Je hebt het gewoon helemaal geautomatiseerd. En dat betekent dat gebruik je procedurele geheugen om de hele procedure eigenlijk als één eenheid op te slaan in je geheugen. En deze is heel belangrijk omdat er heel veel gebruikt wordt in gedragsverandering. En dit was het eerste leerproces wat ontwikkelde, waarbij je kunt leren zonder dat je zelf ergens aan blootgesteld hoeft te worden. En dat heet vicarious learning en het wordt wel gebruikt met rolmodellen. En om het te illustreren heb ik een kort filmpje gemaakt in PowerPoint. Dat is echt superveel werk, dus dat is een heel kort filmpje. Dus goed opletten. Die is nu dood. Dat was niet zo heel makkelijk te maken met bloed en zo, dus ik heb het gewoon zo gehouden. Dat is natuurlijk een beetje lullig voor Barney, maar het is wel een mooie gelegenheid om vicarious learning uit te leggen. Vicarious learning is dat Fred Flintstone nu snapt dat hij dus niet dat bosje in moet.
Tadaa. Dat lijkt misschien niet zo heel indrukwekkend, maar dit is dus, dat is het dus eigenlijk serieus wel. Dit is het eerste, de eerste leerproces wat evolueren, waarbij organismen niet meer zelf dat bosje in hoefden. Voordat dit evolueren, voordat organismen dit konden, gingen ze dus allemaal dat bosje in. Het is dus niet zo moeilijk te bedenken waarom zo gauw dit evolueren, zo gauw er een mutatie was, waardoor organismen konden leren via observatie, waardoor die organismen natuurlijk gelijk een veel grotere overlevingskans hadden. Want dat waren de enige organismen die niet dat bosje ingingen. En die zagen hun andere organismen die nog niet die mutatie hadden van haha, daar gaan ze weer, loser. Dit is dus best wel belangrijk en het wordt heel veel gebruikt bij preventie. Maar dit betekent niet dat iedereen alles zomaar kopieert. Als een organisme al het gedrag zou kopiëren, zou die zichzelf ook snel uitselecteren natuurlijk. Stel je bijvoorbeeld voor dat een holbewoner heel erg honger heeft en op een berg staat. En die ziet een vogel en die vliegt naar beneden een ravijn in en die eet daar een lekker besje. Want dat doen vogels. En omdat hij zo honger heeft, als die holbewoner dan denkt, oh dat ga ik ook doen. Want ik zie die vogel dat doen en die wordt beloond en dat pakt goed uit. Dus die springt erachteraan, dan selecteert hij zich natuurlijk ook uit. Dus alleen organismen kopiëren alleen maar gedrag van rolmodellen waar ze zich mee kunnen identificeren. Dit is ook iets wat heel vaak fout gaat in campagnes. Er worden heel vaak bekende Vlamingen gebruikt in campagnes als rolmodel. Die dan het goede gedrag laten zien. Maar het publiek heeft natuurlijk zoiets van, ja, aha, als die dat doet en die wordt daarvoor beloond, dat geloof ik allemaal best. Maar zo werkt dat in mijn wereld dus niet. Want die kunnen zich daar niet mee identificeren. Het is bij rolmodellen altijd heel belangrijk dat het iemand is uit de doelgroep zelf. En de laatste, dit is namelijk de enige die alleen maar mensen hebben, is reflectief leren. Dat je kunt nadenken over dat je bijvoorbeeld zondagochtend wakker bent, wakker wordt en niet helemaal weet waar je bent. En dat je denkt van, oh, was dat nou wel zo verstandig wat ik gisteravond heb gedaan? Om maar iets te noemen. Of, maar daar hebben jullie niet zoveel aan, maar stel dat je zo'n lezing mist en je stempels niet haalt, dat je dacht van, oh, misschien had ik toch moeten gaan. Dus dat je gewoon terugdenkt over je leven en dat je denkt, had ik misschien dingen anders moeten doen? Hoe kan ik dat de volgende keer beter doen? Dat kunnen alleen maar mensen. Die dingen evolueren dus over tijd. Dus die habituatie, dat kan iedereen. Zelfs amoebes kunnen dat. En mensen zijn de enigen die dat reflectief leren kunnen. Voor zover wij weten, zijn dit alle manieren waarop levende wezens kunnen leren. En dus ook mensen. En dat is dus niet alleen leren zoals je als student leert. Maar alles. Alle veranderingen in hoe je je gedraagt. Elke gedragsverandering. Als jij op een gegeven moment begint met sporten. Of je besluit dat je in dry January niks drinkt. Dan leer je. Dan veranderen er dingen in hoe jij je gedraagt in een bepaalde context. Dat is dus leren. Leren is dus niet altijd dat je kennis krijgt. Of dat iets beter wordt. Het is gewoon een verandering. Een organisme die iets anders gaat doen. En leren kan dus alleen op die 9 manieren. Dat betekent dus dat als je ooit een campagne wil ontwikkelen om te zorgen dat iets verandert, dan moet dat onvermijdelijk via een van die 9 manieren. Maar die zijn ook super fundamenteel. Dus als je daarmee werkt, dan gebruik je meestal methodes op een hoger niveau. En die staan in een gratis boek wat ik aan het schrijven ben met een vriend, maar dat is voor jullie minder relevant totdat jullie interventies gaan ontwikkelen. Dan mail je me maar. Die methodes op dat hogere niveau, bijvoorbeeld het plannen van coping response, ik zal zo uitleggen wat het is, die maken dus gebruik van één of meer van die evolutionaire leerprocessen. Dus dat plannen betekent dat je met iemand samen gaat zitten en stel dat die persoon eigenlijk een maand niet wil drinken in januari, dan ga je met die persoon samen zitten en dan ga je kijken wat zijn situaties waarin je misschien wel in de verleiding komt om te drinken. Dus wat zijn de risicosituaties? En als je in die situatie komt, hoe ga je daar dan precies mee om? En als je dat dan oefent met mensen, dan is de kans dat het goed gaat groter. Nou, dat soort methoden, daar hebben we er best wel veel van. Sterker nog, die staan in dit artikel, dat is een open access artikel, en daar staan er 99 in. Dus we hebben 99 methoden tot onze beschikking, die evolutionaire leerprocessen inzetten om het gedrag van mensen te veranderen. Dus we weten nu hoe we dat kunnen veranderen, maar de volgende vraag is dan, hoe kiezen we er een van die 99? En dat hangt af van wat je in het hoofd van mensen... Als je aan mensen vraagt, waarom gebruik je eigenlijk een hoge dosis ecstasy? In plaats van een lage dosis, dan zijn het soort antwoorden wat je krijgt, dit soort dingen. Vinden mensen het effect van een hoge dosis fijn? Wat denkt die persoon dat zijn of haar vrienden doen? Denken ze dat ze überhaupt wel pillen met een lage dosis kunnen krijgen? Of heeft hun dealer alleen maar pillen met een hele hoge dosis? Als je een hoge dosis gebruikt, maak je dan makkelijker contact met anderen? Of juist moeilijker? Krijg je meer energie van een hoge dosis dan van een normale dosis of maakt dat niet uit? Wat doen jouw vrienden eigenlijk? Gebruiken die allemaal een hoge dosis of niet? Ben je überhaupt wel in staat om te bepalen wat een hoge dosis is of niet? Weet je alles wel als je een hoge dosis gebruikt? Of is je geheugen minder goed? Of juist beter als je meer gebruikt? Is een hogere dosis ongezonder?
Of maakt dat niet uit? Of is het misschien wel gezonder omdat het puurder is? Ga je eerder hallucineren van een hoge dosis? En vind je hallucineren juist fijn of wil je eigenlijk niet hallucineren? Nou, dit zijn een paar voorbeelden van de redenen die mensen geven. Als je vraagt waarom gebruik je een hoge dosis of waarom gebruik je geen hoge dosis. Een beetje een chaos. De vraag is, hoe kom je van die chaos tot iets waarmee je kunt kiezen wat voor methode je in kunt zetten? Dat kan met psychologische theorie. Want wat die theorieën doen, is dat die al die redenen pakken. En als die redenen op elkaar lijken, zeggen ze, dat clustertje noemen wij attitude. En in deze theorie gaat attitude gaat gewoon over de gevolgen die ik denk dat dat gedrag heeft. En norm gaat over wat ik denk dat jullie denken. Dus gewoon een sociale norm. En self-efficacy, of perceived behavioral control, heet dat ook wel. Dat gaat over of ik wel denk dat... Doet eigenlijk, het enige wat hij doet, is dat hij gewoon zegt, dit stukje van de psychologie noemen we zo. En dat stukje van de psychologie hangt samen met andere stukjes van de psychologie. En die bepalen dan gedrag. Als je eenmaal van die theorieën hebt, dan kun je dus die chaos aan redenen die mensen noemen, kun je dan gaan indelen in van die variabelen, van die determinanten van gedrag. En die lijsten met methoden, die zijn ingedeeld per determinant. Want je kunt andere methoden gebruiken. Als je iets wil veranderen aan de gevolgen van het gedrag, dan als je iets wil veranderen aan de norm. Dus als je eenmaal weet waarom mensen doen wat ze doen, weet je ook hoe je kunt veranderen. En er zijn superveel van die determinanten. Dus dit is het enige wat op de slide paste, maar er zijn er veel meer. Dus je moet van tevoren eigenlijk even in kaart brengen wat die determinanten zijn. En wat dan die specifieke redenen, die opvattingen zijn, die binnen die determinanten vallen. Want zo'n determinant zoals gewoonte of norm is natuurlijk super vaag. Je kunt niet in een campagne communiceren over norm. Je moet specifieke boodschappen hebben. Bijvoorbeeld over specifieke gevolgen van een hoge dosis ecstasy. Dus nog even een recap. We hebben interventies. Met die interventies willen we zorgen dat mensen gelukkiger worden en gezonder. Dat kan niet rechtstreeks, dat moet via die mensen. Dat doen we met zo'n interventie waar methodes in zitten voor gedragsverandering. Die veranderen een determinant of meer in het hoofd van mensen. Eigenlijk veranderen ze de specifieke opvattingen binnen die determinanten. En als het goed is, stuurt het centraal zenuwstelsel dan op het goede moment een signaal naar hun spieren. Dus verandert het gedrag. Dus je hebt eigenlijk een soort van ketting. Een ketting die loopt van gedragsveranderingsprincipes via die subdeterminanten en determinanten. Dus dat is het stukje van de psychologie wat je moet veranderen richting het uiteindelijke doelgedrag. Richt zich op dat middenstukje. Dus die studie die we hebben gedaan in het uitgaansleven, die richt zich op uitvinden waarom doen mensen wat ze doen. Om preventieorganisaties in staat te stellen om dan vervolgens campagnes te ontwikkelen. En dat was een vragenlijst, dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dit was de oude. Ziet er iets hipper uit. Niet veel, ik geef het toe, maar wel iets. En die gaven we dan aan een hele hoop mensen. Voordat we die aan een hele hoop mensen gaven, hebben we elk jaar... We hebben dit 5 jaar gedaan, nagedacht over wat nu eigenlijk een belangrijk gedrag is. Dus we vroegen met het projectbestuur, de projectcommissie en een aantal experts, wat is volgens jullie op dit moment in het uitgaansleven een van de grootste risico's? En daarna zijn we gaan kijken, wat is precies dan het gedrag waar we ons op moeten richten? En toen zijn we de Unity Peers, dat zijn mensen die peer education doen in het uitgaansleven, dus die staan op feesten en die leggen mensen uit hoe ze veilig drugs kunnen gebruiken, of minder riskant drugs kunnen gebruiken, om het politiek correct te zeggen. Die hebben we vervolgens gevraagd, want dat zijn experts uit de doelgroep, waarom denken jullie dat mensen dit gedrag wel of niet uitvoeren? Dus waarom denken jullie dat mensen wel of niet hooggedoseerde ecstasy gebruiken? Of wel of niet naar de eerste hulp gaan? Of wel of niet ingrijpen als ze zien dat er grensoverschrijding is bij het flirten? Nou, vervolgens hebben we de vragenlijst aan mensen uit het nachtleven voorgelegd, dat hebben we geanalyseerd. En het idee is dat we die resultaten dan terugkoppelden aan al die groepen. Sommige organisaties hielpen heel goed mee met de werving, dus dat was fantastisch. Maar dat ging niet altijd zo goed, want het bleek dat in tegenstelling tot universiteiten, die natuurlijk geen idee hebben wat ze moeten doen met social media, dat die organisaties, die feestorganisatoren, heel goed weten wat ze moeten doen met social media. Dus die hebben zogenaamde social media kalenders, waar posts al heel lang op voorhand staan ingepland. En daar kun je dus niet zomaar een promopraatje voor een vragenlijst in doen. Plus, dat vergroot de binding met hun klanten helemaal niet, dus dat boeit ze ook niet heel erg. Dit zijn de 5 rondes die we hebben gedaan. Dus hoog MDMA en testen. In Nederland, ik weet niet of dat hier is eigenlijk, maar in Nederland kun je MDMA of cocaïne of GHB of whatever, kun je naar een laboratorium brengen en dan kun je een week later terugbellen en dan vertellen ze je wat de dosering is en wat er precies in zit. Het bezoeken van de eerste hulp in het uitgaansleven. Dus als je naar Isle of Techno gaat of naar de Gentse Feesten of whatever en je voelt je niet goed omdat je
alcohol of een andere drug hebt gebruikt of omdat je een pleister nodig hebt, dan gaat niet iedereen naar de eerste hulp. En het is natuurlijk super belangrijk dat mensen wel naar de eerste hulp gaan. Dus daarom hebben we daar ook onderzoek naar gedaan. Gehoorbescherming hebben we meegenomen. Want ja, dat had ik al uitgelegd waarom dat belangrijk is. Flirten en het overschrijden van grenzen. En slaappatronen. Want het is kennelijk heel erg belangrijk dat mensen, vooral bij meerdaagse festivals, genoeg slapen. En dat doen mensen vaak natuurlijk niet, want die zijn daar op het festival en dat is duur en die zijn daar niet voor niks. Maar het schijnt dat je dus mensen die weinig slapen, dat die veel groter risico hebben op incidenten naarmate het festival wordt. Nou, in die 5 rondes hadden we inderdaad deelnemers uit het uitgaansleven. En die zijn allemaal ongeveer even oud, dus dat is mooi. Maar je zag wel dat de verdeling in geslacht tussen de rondes heel erg wisselde. Dus de eerste ronde uit 2015, die ging over ecstasygebruik. Daar zie je dat bijna 2/3 was een man. Dus kennelijk vonden die dat bovengemiddeld een interessant onderwerp. De ronde 2 jaar geleden, uit 2018, waren juist meer vrouwen. Dat ging over seksuele grensoverschrijding. Dus die vinden dat kennelijk een interessant onderwerp. Of hebben daar in elk geval meer, dat triggert hen in elk geval meer. Dit is ook belangrijk, omdat de soort van les, als we toch in een college zelf staan, de soort van les hier is dat als je een vragenlijst doet en je zet dat ding gewoon online, dan bepalen mensen natuurlijk zelf wat ze mee willen doen. Dus dat betekent dat jouw steekproef natuurlijk nooit representatief gaat zijn voor whatever je in geïnteresseerd bent. Wat niet erg is, hangt er vanaf wat je doel is, maar wij zouden dus nooit kunnen zeggen op basis van die eerste steekproef over ecstasygebruik, daar hebben we dan bijvoorbeeld 80% ecstasygebruikers in zitten, kun je natuurlijk niet zeggen 80% van de mensen die uitgaan gebruiken ecstasy. Want mensen die geen ecstasy gebruiken, gaan meestal niet meedoen met een vragenlijst over ecstasy gebruiken. Oké. In de eerste ronde hebben we eerst gekeken naar hoe sterk zijn de pillen eigenlijk die mensen hebben. En wat zouden mensen eigenlijk willen. En mensen die precies de pillen hebben die zo sterk zijn als ze willen, die zitten op die blauwe lijn. En hier scoorden de mensen. Dus je ziet dat er best wat mensen zijn die eigenlijk sterkere pillen zouden willen. Maar er zijn ook een hele hoop mensen die eigenlijk zwakkere pillen zouden willen. Dus als een van jullie MDMA produceert, of iemand kent die MDMA produceert, geef even aan dat die sterkte wel wat naar beneden mag. Dan zullen zijn klanten dankbaar zijn. Of haar klanten, je weet het niet. We hebben ook gekeken naar het verband tussen gewicht en dosis. Want het advies voor MDMA is om ongeveer tussen de 1 en de 1,5 milligram MDMA per kilo lichaamsgewicht te gebruiken voor de optimale trip en de minste risico's en de minste kans op negatieve zij-effecten. Dat is dit groene gebied. En je ziet al een beetje aan de hoogte van het plotje dat de meeste mensen daarboven doseren. Want hier doseerden mensen. Dus mensen doseerden wel echt veel hoger dan het advies. Als je de zogenaamde regressielijn trekt, ik weet niet of je weet of jullie dat al hebben gehad, maar dat is gewoon een lijn met de beste voorspelling. Dan is dat die blauwe lijn. En dan zie je dat mensen ongeveer 2 milligram MDMA per kilo lichaamsgewicht doseren. Dus als je dan 70 kilo bent, dan doseer je ongeveer 140 milligram MDMA. We hebben ook gekeken of dit samenhangt met tolerantie. Als je een drug gebruikt, alcohol of ecstasy of whatever, en je gebruikt er meer van, dan heb je op een gegeven moment meer nodig voor dezelfde effecten. En dat heet tolerantie. Dus we hebben mensen gevraagd, denk jij dat je tolerant bent voor de effecten van ecstasy? En de rodere mensen hier, die zeggen dat ze toleranter zijn, en de blauwere mensen zeggen dat ze niet zo tolerant zijn. En je zou verwachten dat de mensen die toleranter zijn, relatief hogere doses gebruiken, dus ook hoger in het plaatje staan. Maar je ziet hier niet dat de rode mensen allemaal bovenin staan. Dus dat betekent dat er niet echt een verband is tussen in elk geval zelf gerapporteerde tolerantie en wat voor dosis mensen gebruiken. En we hebben natuurlijk ook gevraagd naar die redenen. Dus dit is het voorbeeld wat ik net al noemde. Als mensen een hoge dosis gebruiken, vinden ze dan dat ze veel minder sociaal geïsoleerd zijn of juist veel meer sociaal geïsoleerd? En daar komt dit ongeveer uit. Dus je ziet dat ongeveer de helft zegt dat ze veel meer sociaal geïsoleerd zijn. Of veel meer sociaal geïsoleerd. En heel weinig mensen maar geven aan dat ze minder sociaal geïsoleerd zijn van een hoge dosis. En we hebben mensen ook gevraagd, wat vind je eigenlijk fijn? Wil je minder sociaal geïsoleerd of meer sociaal geïsoleerd zijn? En daar zie je het omgekeerde. Eigenlijk wil niemand meer sociaal geïsoleerd zijn als je ecstasy gebruikt. Daar zijn ook andere drugs voor, zeg maar. Ecstasy is juist een super sociale drug. Dus mensen die ecstasy gebruiken, doen dat vaak omdat ze die verbinding met andere mensen willen. Dit is natuurlijk handig. Want mensen weten dat als ze hoger doseren, dat ze dan meer sociaal geïsoleerd raken. En ze vinden dat niet fijn. Dus voor preventie is dit een heel handig haakje natuurlijk. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor geheugen. Mensen geven aan dat als je een hoge dosis gebruikt, dat je steeds minder herinnert. En dat klopt ook, want zo werkt ecstasy. En mensen geven aan, natuurlijk, dat ze zich daarna nog willen herinneren wat ze eigenlijk hebben gedaan.
Dus dat is hetzelfde verhaal. Dat is ook zo'n soort van haakje waar je in een campagne natuurlijk heel veel mee. En de hoofdresultaten zien er ongeveer zo uit. Ik heb inmiddels al begrepen dat dit plotje wat te complex is voor de meeste preventiewerkers. Maar ik zal toch kort een poging doen om het uit te leggen. Wat je hier ziet is de antwoorden van de deelnemers. Elk stipje is een deelnemer. En het gemiddelde, dat is dat diamantje. Dus je ziet hier dat als je vraagt wat de ervaring van mensen is met een hoge dosis, met betrekking tot hoe makkelijk ze contact maken, dan scoren mensen overal een beetje. Er zijn best veel mensen die denken of hebben ervaren dat ze wel makkelijker contact maken met de hoge dosis. En je ziet hier dat niemand heeft ervaren, bijna niemand, dat ze zich meer herinneren als ze een hoge dosis gebruiken. Want iedereen scoort links van het gemiddelde. Van het midden van de schaal eigenlijk. Nou, je ziet dat mensen aangeven dat de tijd veel sneller gaat als ze een hoge dosis gebruiken. En dat een hoge dosis slechter voor hun gezondheid is. Dus dat is wat mensen denken. We kunnen ook kijken naar of dat samenhangt met wat ze doen. Dus dat staat in dat rechterplaatje. En hoe verder die diamantjes naar rechts staan, hoe meer het samenhangt met wat ze doen. Dus dan zie je bijvoorbeeld dat het contact maken met anderen, of dat makkelijker of moeilijker wordt, dat hangt samen met of mensen een hoge dosis gebruiken. En er zijn best veel mensen die hier aangeven dat ze makkelijker contact maken met anderen. En we weten dat je gemiddeld genomen niet makkelijker contact maakt met anderen. Dus die mensen die links scoren, die weten het eigenlijk beter. Dus voor een interventie kun je dan zeggen, aha, als mensen weten dat ze minder makkelijk contact maken naarmate je hoger doseert, dan weten we, dat zie je in het rechterplotje, dat ze minder snel hoog gaan doseren. En er is ruimte voor verbetering. Want er zijn een hoop mensen die wel denken dat ze makkelijk contact maken. Dus voor een interventie in een campagne zou dit iets zijn waar je op kunt richten. Dit is niet iets waar je op zou willen richten. Het is wel zo dat mensen die denken dat een hogere dosis ongezonder is, minder snel een hogere dosis gebruiken. Maar iedereen scoort al laag. Iedereen weet al dat een hogere dosis ongezond is. Dus er zijn een paar mensen die je misschien een beetje naar beneden kan duwen. Maar je kunt bijna geen effect meer bereiken in die populatie natuurlijk. Want mensen weten al dat een hogere dosis slechter is. Dat is dus kennelijk niet iets waar je zinvol op kunt richten in een interventie. Nou, die zien er zo uit als je ze niet in kleine stukjes hapklaar aanbiedt. Daar zijn er dan heel veel van als je een studie hebt gedaan. En het idee was, ik was misschien een beetje naïef en optimistisch. Het idee was, we maken rapporten waar het allemaal in staat. En die rapporten bieden we dan aan de preventiewerkers. Die bijvoorbeeld bij de VAD werken of bij de Jelinek. En die weten dan waar ze zich op moeten richten. Die weten dat al die opvattingen die daar in het midden staan, ondanks dat we die hebben gemeten in de vragenlijst, omdat we dachten dat ze misschien belangrijk waren, dat die kennelijk allemaal helemaal niet belangrijk zijn. En die kunnen verder een beetje naar de rest kijken en bepalen wat in een campagne handig is om zich op te richten. En dan kunnen ze dat artikel gebruiken met al die methoden van gedragsverandering. En dat kunnen ze dan bij elkaar leggen en dan kunnen ze effectieve campagnes maken. Nou, dat bleek jammer genoeg niet zo te gaan, want dit is gewoon kennelijk te ingewikkeld voor die groep. Dus we moeten daar nog wat meer werk aan doen. Dus over een paar jaar krijgen jullie dit soort dingen in het onderwijs, zodat een paar jaar daarna dat wel overal bekend is. Jullie niet, maar de generaties na jullie. Dus wat we uiteindelijk hebben gedaan, is dat we filmpjes zijn gaan maken om dit uit te leggen. En die zal ik even laten zien. How do you develop effective interventions to change risk behavior among participants? First, you have to know why they behave like this. Unfortunately, simply asking, hey, why do you do this, is not enough. Our behavior is affected by a combination of environmental factors and personal beliefs about this behavior. Mostly, we're not aware of these. In order to find out which beliefs determine risk behavior of partygoers, we set up party panels. We work according to different theories on behavioral change. One of these is the reasoned action approach. It holds that these beliefs can be divided into three categories. Attitude. This is about the expected consequences of this behavior and how you evaluate those. Perceived norms. This is about whether you think others approve and what you think others do themselves. And perceived behavioral control. This is about whether you think you can successfully perform this behavior. All beliefs we study come from experts and a group of partygoers and are measured in questionnaires that are filled out by participants online. The answers to the questionnaires provide an insight into which beliefs the participants hold and which beliefs most strongly affect their behavior. As an example, let's take the behavior of brushing your teeth. Let's say you want to make people who don't brush their teeth enough brush more often by means of an intervention. First, you need to understand why they don't brush their teeth often enough. You want to know which beliefs people have about the consequences of not brushing their teeth often enough and how important they are. For example, the premise. If I don't brush my teeth often enough,
It's more likely that I'll get cavities, and I definitely don't like cavities. Or, if I do brush my teeth often enough, this will surely freshen my breath, and I like that. But you also want to know what people assume about opinions and behaviour of others, and how important this is to them. For example, my girlfriend likes it if I brush my teeth twice a day, and her opinion matters to me. And you also want to know how easy or just how difficult it is to brush your teeth often enough. I don't brush my teeth more often because I often forget. This shows low perceived behavioural control. I always have enough toothpaste and an extra toothbrush at home, shows a lot of perceived behavioural control. So, it's possible that people expect that brushing their teeth often enough reduces the risk of cavities, but that it doesn't affect their behaviour. At the same time, it is possible that a partner's opinion does strongly predict whether they brush often enough. So, an ad featuring a happy girlfriend will have a stronger impact than one featuring a dentist giving advice. Once you know which beliefs most strongly predict the behaviour you wish to change, you can start figuring out which methods are most likely to be effective. For more info about the behaviours we have studied using Party Panel and for tips about the development of likely interventions, check out other Party Panel videos and Dit was een algemeen filmpje om uit te leggen wat ik eigenlijk net aan jullie heb uitgelegd, maar dan korter en met een betere stem, maar ook in het Engels. En daarna hebben we specifieke filmpjes gemaakt over de verschillende onderwerpen, zodat we de informatie die we hadden gekregen over waar je op kon richten in een interventie, aan kon bieden aan die interventieontwikkelaars. En kennelijk moest dat heel simpel en heel kort, dus die filmpjes zijn echt maar een minuut. Dat is zeg maar wat er dus uit al die zogenaamde cyberplots, al die diagrammen kwam, is een filmpje van een minuut. En daar is dit een voorbeeld van. In 2015, we conducted a survey among 868 participants who go out and use ecstasy from time to time. We asked them about different beliefs related to three specific behaviours: buying highly dosed ecstasy pills, using a high dose of MDMA, and having ecstasy pills tested. In this video, we highlight using a high dose of MDMA. This part of the panel showed that the intention of using a high dose of MDMA is related to the belief that this will affect the positive effects like intoxication, experiencing a longer and more intense high, and connecting more easily to others. That you can say no when someone offers you MDMA while already intoxicated. That this affects your hangover the following days, and that you'll be sorry the next day. It's remarkable that participants understand that higher doses of MDMA involve greater health risks, but that this understanding doesn't really affect their behaviour. During an intervention, you can explain that a higher dose of MDMA increases the chances of unwanted effects. Higher doses increase social isolation, make you feel like time passes more quickly, and can cause hallucinations. Also, the effects people want, such as feeling euphoric, connecting with others, and socializing more easily, decrease. Click here for more info about Party. Okay, that's all we have. Dus dat is wat er uit die ronde over ecstasygebruik kwam. We hebben ook één gedaan over het bezoeken van de eerste hulp. Daar bleek dat het eigenlijk best goed ging met mensen uit Nederland. Het bleek dat de doelgroepen waar het fout gaat, zijn vooral toeristen. Die zijn super nerveus dat ze worden opgepakt of zo als ze drugs gebruiken. Dus daarom zijn er een hoop incidenten met drugs in Nederland en waarschijnlijk in België. Van toeristen die dan bijvoorbeeld naar Tomorrowland komen, die dan hier ecstasy gebruiken, die daar weinig ervaring mee hebben. Als het dan fout gaat, dan durven die niet naar de eerste hulp te gaan, want die zijn bang dat ze worden opgepakt of dat hun ouders worden ingelicht. En dan gaat het natuurlijk veel eerder fout. Maar voor Nederlanders viel dat heel erg mee. In 2016, we conducted a survey among 1,122 participants about visiting the first aid if you feel unwell while going out. We asked them about different beliefs related to two specific behaviors. Visiting the first aid yourself if you feel unwell, and taking a friend to the first aid if they feel unwell. It shows that the intention to visit the first aid yourself is related to the estimated severity of the concern. As long as someone trusts it will go away, he or she is less likely to visit the first aid. As for taking a friend to the first aid, this is determined by whether one thinks friends would approve, and whether these friends would do so themselves. An intervention could address the accessibility of the first aid, emphasizing that guests are also welcome with less serious or mild symptoms. Show that evaluating the severity by yourself is very difficult, especially if you're intoxicated, and confirm
confirm the social norm that it's normal to take someone who is unwell to the first aid. Click here for more info about. Dus uiteindelijk hebben we een serie van die filmpjes gemaakt. Ik ga niet nu de rest van de tijd alleen maar filmpjes laten zien, want er zijn nog een paar coole uitkomsten die ik wou delen. Eén daarvan is niet zozeer cool, maar handig, omdat dat is waar de evaluatie over ging. Dus we hebben vorig jaar hebben we gekeken of als je op basis van wat we allemaal leren over waarom mensen doen wat ze doen, nou een interventie ontwikkelt, of dat dan ook echt werkt. En dat hebben we gedaan met gehoorbeschadiging, eigenlijk specifiek met het dragen van oordopjes. En dit is weer zo'n plotje en daar zie je hier de twee opvattingen die we hebben geselecteerd. Dus mensen gaven aan dat als ze al oordopje bij zich hebben, als mensen denken dat het moeilijk is om eraan te denken die op tijd in te doen, dan is de kans dat ze ze ook gebruiken veel kleiner. Dat is natuurlijk niet wereldschokkend, maar wel goed om te weten, want dat betekent dat dat iets is waar je op kunt richten in de interventie. En mensen geven aan dat als ze alcohol of andere drugs gebruiken, dat de kans dat ze eraan denken om oordopjes te gebruiken dan veel kleiner is. Dat betekent dus dat het heel erg belangrijk is dat mensen gelijk bij binnenkomst die oordopjes in doen. Want anders hebben ze ze misschien bij zich en gebruiken ze ze niet. Nou, daar hebben we een interventie voor ontwikkeld. Daar kom ik zo op terug. Eerst de uitkomsten over flirten. Dat is ook altijd een cool onderwerp. Dit kwam heel mooi uit, want Rutgers, dat is een beetje de Sensoa van Nederland, die gingen een campagne maken over flirten en grensoverschrijding. En dat wisten we ongeveer toen wij bezig waren met het opzetten van deze partypanelronde. Dus toen zijn we gaan samenwerken en toen hebben we contact gehad wat we dan het beste precies konden meten. En toen hebben zij gewacht op de uitkomsten om de campagne te ontwikkelen. Dit is de campagne die het uiteindelijk is geworden. En interessant genoeg richt die zich uiteindelijk niet op de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. En dat komt deels omdat kennelijk het wat lastig is om al die informatie te verwerken over waarom mensen doen wat ze doen. En deels omdat reclamebureaus eigenlijk helemaal geen expertise hebben over gedragsverandering. Die weten niet hoe je een campagne ontwikkelt om te zorgen dat het gedrag van mensen verandert. Maar dat kunnen ze natuurlijk niet goed toegeven, want het idee is wel een beetje dat reclamebureaus daar goed in zijn. Dus dat betekent dat hoewel zij niet kunnen werken met al die literatuur, al die psychologische literatuur, over waarom mensen doen wat ze doen en hoe je dat nou eigenlijk verandert, daar konden ze dus niet zoveel mee, maar ze moeten wel iets bouwen waarbij het idee waarbij ze moeten communiceren dat het kan werken. Dus die bouwen een aantal concepten en die pitchen dat dan. En dan heb je vervolgens niet meer superveel ruimte om daarin te laveren. Het is een campagne geworden waarbij het idee was dat de slogan ben je oké, dat zou dan het gedrag veranderen. Dus het idee is, dat is iets makkelijks wat je kunt vragen. Dus als je in het uitgaansleven bent en je bent aan het flirten, dan kun je je bij jezelf afvragen, ben ik eventueel grenzen van iemand anders aan het overschrijden? Andere mensen waarmee geflirt wordt kunnen zich afvragen, voel ik me nog wel oké? Ben ik nog wel oké? Worden mijn grenzen niet overschreden? En heel belangrijk, mensen die iets observeren kunnen kijken, gaat het wel goed daar? En die kunnen vragen, ben je oké? En het idee van het reclamebureau was, omdat het zo'n simpel zinnetje is, is dat ook heel makkelijk om te doen. Uit die partypanelstudie bleek dat belangrijke redenen waarom mensen niet interveneren, is dat ze niet weten hoe ze om moeten gaan met de reacties. Als iemand boos wordt, als ze vragen ben je oké, dan weten ze niet goed hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat is natuurlijk ook super moeilijk. Weet je, mensen zijn al best moeilijk om mee te interacteren. En in zo'n soort setting, als je mensen niet goed kent, kan het wel uit de hand lopen. Maar dat is natuurlijk veel moeilijker om op te interveneren dan zo'n zinnetje. Uiteindelijk hebben ze wel filmpjes gemaakt waarin die boodschap een beetje zit, maar het zou nog wat sterker kunnen. Een van de andere interessante uitkomsten was, zoals jullie misschien weten, is consent nu een beetje de oplossing die wordt aangedragen voor hoe je om moet gaan met grensoverschrijding. Dus het idee is, je doet niet zomaar dingen met mensen, maar je vraagt eerst of ze dat oké vinden. Wij hebben gevraagd voor 3 groepen mensen of mensen deze gedragingen als grensoverschrijdend beschouwden. En de eerste groep mensen waren mensen die ze niet leuk vonden. De tweede groep was mensen die ze leuk vonden, maar waar ze nog niet mee aan het flirten waren. En de derde groep mensen waren mensen waar ze wel mee aan het flirten waren. Dit zijn de uitkomsten voor mensen die je niet leuk vindt. Dus je ziet dat een deel, die vindt het oké om seksueel getinte complimenten over hun uiterlijk te krijgen. Maar een deel vond dat ook grensoverschrijdend. Je ziet ook dat de vraag of iemand met je wil zoenen, die wordt al als grensoverschrijdend beschouwd door een deel van de mensen. Als je diegene niet leuk vindt. Maar goed, dat weet je natuurlijk niet als je iemand wil zoenen of de ander je leuk vindt. Dus dat betekent dat de vraag stellen, wil je zoenen, kan al als grensoverschrijdend worden beschouwd. Als je iemand aantrekkelijk vindt, dan is die groep al kleiner. Dan vinden mensen het al minder snel grensoverschrijdend als je vraagt of iemand wil zoenen. En je ziet dat een deel het niet eens meer grensoverschrijdend vindt als iemand je gewoon zoent. Dus ongeveer 18% van de mensen die vindt dat ook oké. En als je iemand leuk vindt en je bent ook al aan het flirten, dan vindt een nog kleiner deel vindt het grensoverschrijdend om gevraagd te worden of je wil zoenen. En een iets groter deel vindt het helemaal niet grensoverschrijdend als je gewoon gezoend wordt.
Dus dat betekent dat voor mensen die niet goed zijn in het oppikken van signalen over flirten en of je iemand leuk vindt en die lichaamstaal, et cetera. Voor die mensen is het best moeilijk te bepalen of je nu meer grens overschrijdt als je iemand zoent of als je iemand vraagt of diegene wil zoenen. Dat is best lastig, want dit is al best een moeilijk onderwerp. Maar de standaardoplossing, vraag gewoon consent, werkt dus ook niet altijd, want sommige mensen ervaren die vraag al als grensoverschrijdend. Ik heb niet echt een oplossing, maar ik vond het wel een coole uitkomst. En tot slot, slaappatronen. We hebben ook aan mensen gevraagd, bij welke drugs val je makkelijker of minder makkelijk in slaap? En dan zie je dat bij de typische downers, dus drugs die eigenlijk een soort slaapmiddelen, sedativa zijn, dat mensen daarbij makkelijker in slaap vallen. En bij de uppers vallen mensen minder makkelijk in slaap. Behalve cocaïne, want dat werkt maar heel kort. Dat werkt maar 20 minuten of een half uurtje. Dus dat is oké, weet je, het is uitgewerkt en dan kun je daarna goed slapen. Ecstasy of speed, dat werkt gewoon 6 uur of zo. Dus dat moet je niet nemen vlak voordat je wil gaan slapen. We hebben ook gevraagd aan mensen hoe de slaapkwaliteit is. Dus dat staat hier. Als je die drugs gebruikt, het gaat natuurlijk deels om hoe makkelijk je in slaap valt, maar slaap je dan vervolgens ook goed? En dan zie je dat bijvoorbeeld alcohol, met alcohol vallen mensen wel makkelijk in slaap, maar de slaapkwaliteit is wel slechter. En je ziet voor de andere, voor de uppers, zie je ook dat de slaapkwaliteit slechter is. Maar je ziet dat er ook een paar middelen zijn, zoals cannabis. Als je cannabis gebruikt, was de ervaring van de meeste mensen dat je makkelijker in slaap valt en beter slaapt. Als je GHB of ketamine gebruikt, val je ook makkelijker in slaap en slaap je beter. Niet dat je nou tegen iedereen moet zeggen dat ze dat allemaal moeten gaan doen. Maar je weet in elk geval wel welke combinaties je mensen heel expliciet moet afraden als ze op een festival zijn. De vraag is dan natuurlijk, dus we hebben die rondes gedaan. We hebben allemaal filmpjes gemaakt voor preventiewerkers. We hebben infographics gemaakt om terug te koppelen naar de deelnemers. En dit wordt in interventies gebruikt. Werkt dat ook allemaal als je dat zo doet? Dus een collega van me die heeft dat onderzocht. Die heeft een onderzoek gedaan naar die gehoorbescherming op basis van die party panel resultaten. En dat ging dan om het meenemen van oordopjes, het dragen van oordopjes en als je ze niet hebt, het kopen van oordopjes ter plekke. En dat is dan gebaseerd op die cyberplots. Dus we hebben gekeken, wat zijn de belangrijkste opvattingen? En er zijn 3 mini-interventietjes gemaakt. Eentje is dat de feestorganisatoren is gevraagd om die mensen een mailing te sturen om oordopjes mee te nemen. Eentje is dat de Unity Peers, dat zijn dus mensen, die zijn bij de ingang van het festival gaan staan. En die hebben iedereen gevraagd om oordopjes in te doen als ze ze bij zich hadden. En het werd beter aangegeven op de kaarten van het event. En het ging dan om, enerzijds werken die muziekorganisatoren mee, en anderzijds werkt het ook uiteindelijk en dragen meer mensen oordopjes. Nou, die muziekorganisatoren die werken redelijk mee, dus die delen die post wel. Dus dat ging alvast goed. En het stond ook op het kaartje, dus dat ging ook goed. Er was ook een stand die soms, zoals je links ziet, heel erg duidelijk was aangegeven waar je niet omheen kan. En soms een beetje was weggemoffeld in een hoekje waar je niet zo makkelijk, dat je niet zo makkelijk herkende. En soms verkochten mensen gewoon oordopjes, niet bij een stand, maar gewoon bij de munten. Wat natuurlijk helemaal handig is, want daar komt iedereen sowieso. Dus dat ging allemaal wel goed. Dit waren vervolgens, als je naar alle feesten kijkt, de proporties mensen die oordopjes droegen. Dus je ziet hier, dit is de proportie op de X-as, dus je ziet dat ongeveer 20% van de mensen oordopjes droegen. Behalve op dit feest, daar droeg om een of andere reden 80% van de mensen oordopjes. Als je dan gaat kijken, hoe is dat op die 2 soorten feesten, dus de feesten waar wel die interventietjes zijn gebruikt en de feesten waar het niet zo was, dan zie je deze schattingen voor de proporties. Dus op de feesten waar de interventie niet was, waar geen mailing was, waar geen Unity Peers stonden en zo, droeg ongeveer 15% oordopjes. En de feesten waar dat wel gebeurde, droeg ongeveer 1/3 oordopjes. Maar dat ene feest waar 80% van de mensen oordopjes droeg, die outlier, die zat in die ene groep die op 30% scoorde. Dus daarna heeft hij nog een keer gekeken. En dan blijkt dat als je die groep weglaat, dat er nog steeds wel veel meer oordopjes worden gedragen. Door die mailing en door die Unity Peers, et cetera. Maar niet meer zoveel meer. Maar dat is op zich dus goed nieuws, want dat betekent dat je dus met een supergoedkopele, simpele interventie kunt zorgen dat mensen oordopjes dragen. En gehoorschade, los van dat het niet fijn is voor de mensen die de gehoorschade hebben, is dat voor de maatschappij natuurlijk ook super duur. Mensen kunnen sommige banen niet meer doen. Mensen hebben meer ziektekosten, et cetera. Dus dit kan heel snel uit. Oké. Nou, dat was eigenlijk de uitkomst. Dat was de vrolijke noot waar ik mee wilde afsluiten. Dat het werkt. Als jullie nog vragen hebben, dan kun je die natuurlijk stellen. Dankjewel.